maken, jongens, dan wat ik nu aan het doen ben. Dus ik doe echt erg mijn best. En ik wil ook een betere, ja, een shotgun of zo. Whatever the fuck. Maar ik krijg hem maar steeds niet. Dus we gaan gewoon even steeds rondjes maken, maar. Lekker, hoor. Ze blijven komen, hè. Kijk die groep, hè. Jezus. Oké, granaatje. Oh, gek. Even reloaden, jongens. Ook al is er maar één kogel uit mijn clip, hè. Ik moet het gewoon even blijven doen. Lekker. Lekker. Mis ik hem. Shit, hé. Shit, hé. Ja, oei. Och. Hoeveel waren dat? De 4 of zo met één kogel? Oké. Als die nou even komt met zijn klote kop. Ik ga zo meteen een lekker jug kopen. Dat ga ik doen. Ah, shit. Veel. Wauw, ik ben echt in paniek, jongen. Kijk me nog maar. Mijn kogels in mijn DSR-clip. Mijn kogels in mijn executioner. Ik heb echt niet veel kogels meer. Dus een maxi ammo zou geen verkeerd iets zijn. Ja, wegwezen. Oké, jongens. Let's go to the juggernaut. Want ik heb hem echt nodig. Hallo. Ik had nog gewoon het idee van, ik ga het zo lang mogelijk uitstellen om jug te nemen. Maar ik vind het wel een mooie wave om hem te pakken. Oké, proberen hoor. Ah, shit. Gaat hij naar boven? Wat een camper ben jij. Waar is hij nou? Ah, dat is er. Bam! Oh, dit was een mooie kill. Oh, dat is niet eens een kill. Shit, ik raakte hem wel. Damn it, hé. Oh, komt hij aan hoor. Hoe is hij op even? Nou, ik snap echt niks meer van. Snap er echt niks meer van. Opeens is die zombie beneden. Hij was eerst nog... Nou ja, whatever. Hij kan teleporten of zo. Hij kan teleporten. Lekker hoor. Nou ja, je zou nu vast wel zeggen van... Ja, hey Rex, weet je wat het is? Die DSR, daar doe je het gewoon goed mee. Maar ik kan er ook niets aan doen. Ik bedoel van, ik try my best man. Ik wil niet doodgaan, weet je. In een lage wave. Dan voel ik mezelf gewoon kut. Dus vandaar dat ik het gewoon doe. Lekker, we hebben een instakilletje erbij. Zometeen maar weer even boksen. Shit. Aan de kant. Aan de kant. Aan de kant. Aan de kant. Holy crap, man. We surviven nog best wel lang eigenlijk, man. Hopla, kop eraf. Ik wil eigenlijk... Ah, oh, nee, ik wil dit niet. Nee. Oh, dit was een mazzeltje, jongens. Ah, nee, oh nee, oh nee. Ontplof, ontplof, ontplof. Damn it. Oké. Kom maar voor mijn DSR-scope. Ik heb nog maar 4 kogels, jongens. Oh, man. Lekker, laatste kogel. Ja, lekker hoor. Oh man, we moeten wel gaan boksen nu. We moeten wel gaan boksen, want we hebben een ander wapen nodig. Zonder die box voel ik me fucked up. Hey, dat rijmt. ja, jongens. Ja, de val. Let's take it. Nog een keertje boksen. Ah, nee man. Mag ik niet oppakken. Mag ik niet oppakken. Ah, ik word er gewoon boos van. Ik word er echt gewoon boos van. Shitzooi. Oké, wat krijgen we nu? Ah! Type 25, lekkere gun. Mag ik weer niet oppakken. Gewoon vies, man. Dat is echt gewoon vies. Lekker, ja. Dood. Zo. Zag je dat? Die val is echt niet goed, hoor. Die val is echt kut. Oh man, waarom doe ik deze challenge überhaupt? Maar goed, we hebben wave 11 gehaald, man. Dat is pretty awesome, man. Dat is pretty goed, hoor. Dat is echt goed. Wave 11 met kutguns. Echt een levenloze map dit, man. Wat heb je erop te doen? Eigenlijk niks, maar goed. Hop, wegwezen. Shit. Oké. Aan de kant.
fuck, hé. Ik haat die damage, joh. Maar ja, ze proberen natuurlijk wel weer zo realistisch mogelijk na te maken. Oh, nee! 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 Ah, man. Hoe kan ik me hiertoe laten verleiden om in die hoek vast te komen te staan? Dat gebeurt me bijna nooit. Ah, man. Maar ja, ik speel deze map niet zo vaak. Dus ik weet niet echt goed de raidplay route. Ik pak me gewoon... Ja, nou ja. Whatever. Kan gebeuren, jongens. Het betekent nu alleen wel dat de klok nu 10 voor 12 staat. Dus ik moet beseffen dat het 2 klappen over is. Oh, Maxi. Oh, yeah, man. Oké, nog een paar punten. Dan ga ik Jerk weer halen. Pak jij lekker Jerk, hè. Hop, pak jij de monkey. Oké. Ik wil die 10 voor 12 een beetje verlengen. Naar half. Oké. Phew. Dit is big goal, jongens. Dit is echt big goal. Wegwezen bij mij. Ai. Oké, wegwezen. Oh shit. Kom op. Vul die shit, man. Granaatje. Ja, oké dan. Ik ga even dichtbouwen om eventjes de spantijd van hun ook weer te vertragen. Shit, hé. Ik heb nog nooit zo kut gevoeld in zombies. Lekker. Op zich mag ik trots zijn. Wave 11 met kutguns. Op zich mag ik daar echt trots op zijn. Aan de andere kant wil ik het zo ver mogelijk uitbouwen. Omdat ik dan denk van, ik kan iets moois achterlaten. Maar aan de andere kant zegt iets in mij van, ja Rex, met de guns die je hebt ga je niet ver komen. Dus het is afwegingen maken. Hopen op iets beters. Betere gun. Betere iets. Laten we gaan hopen. Laten we gaan hopen dat het erin zit. Nou ja. We nemen deze shotgun. Oké, dan. Het is altijd nog beter dan wat ik had. Oh. Niet dus. Ik dacht dat deze gun nog wel wat goed was. Maar nee. Oh fuck. Ja, de ladies. Ik haat die vrouwenzombies erin. Ze slaan zo snel. I'm a bitch. I'm gonna hurt you. Niks tegen alle vrouwen. Ah, man. Come on, man. I am Mr. Monkey. Even sproeien voor wat puntjes. Granaatje. Ja, anders overleef ik het niet, jongens. Echt niet, hoor. Dit is echt met de hak over de sloot gewoon elke keer. Hoofdje boven water. Wegwezen hier. Shotgun sproei eroverheen. Oh my god, hé. Oké, dit is echt by far de custom challenge die ik ooit heb gedaan. By far. And I'm serious. Oh jezus, er komt een groep aan, hé. Lekker. Oké, wegwezen. Fucking hell, hé. Oké, dit is echt met de hoofd net boven wateren. Oké, ik weet het. Ik ga zo speedcola halen. En dan kan ik iets sneller reloaden. Oh, damn it. Max ammo. Fuck. Praise the lord. Oké, als een gek naar binnen om die speedcola op te pakken. Oh yeah. Are we going to do it again? Gaan we weer zo hard? Gaan we weer surviven? Man! It's unbelievable. Oké, reload. Weer een monkje eruit, jongens. Sorry, het moet echt. Ik moet eventjes... Oh, surviven met gutguns. Shit. Oh, lekker. Oké. Dubbel tap zometeen dan maar. Dubbel tap om wat sneller te kunnen schieten achter elkaar met de shotgun natuurlijk. En met de val. Oh man. Nog een monkey dan maar. Ga jullie maar even lekker spelen met een monkey. Shotguntje eroverheen. Oh. Damn it. What a kutguns. Oh my god. What a kutguns. En ik probeer het zo hard, hè. Oh shit, krijgen we een klap op mijn bek. Uh-oh. Oh, ik had echt een massa dat hij net opzij ging, hè. Oké, it's safe to get a double tap. I guess so. Oh. Shit, hé, wat een shitload.
Oh, hier zit die trap. Ik dacht al, waar is die trap nou weer? Dubbel tapje eruit. Kom maar bij mij. Kanon, dan komen de eerste zombies alweer aan. Oh nee, kut! Mijn val blokkeert. Nee! Ah, dit heb ik altijd, jongen, in zombies. Altijd blokkeert die val gewoon. Uit het niets, hè. Het slaat echt nergens op. What the fuck is dat? Oké. Oh, man. Ik heb nog één monkey. Ik heb nog een shotgun met wat kogels. Open it up. Geef me een goede gun, alsjeblieft. Ja, we nemen de executioner maar weer. Is tenminste met wat meer kogels. Nee. Wat had ik die graag opgepakt, hé. De Galil. Damn, hé. I have to let you go, Brady. Shit, hé. Ja, wat had ik die graag opgepakt? Ik ga niet voor je liegen, maar die had ik echt heel erg graag opgepakt. En ik ben bijna dood, man. Alleen door die sprong naar beneden. Wat slaat dat nou weer op? Oké. Wauw, wave 13 gehaald met kutguns. Wave 14 gaan we nu in. Oh my god. Ik ben echt benieuwd, jongens, hoe ver ik ga komen met die kutguns. Oh, wacht even. Er zat wat in mijn oog, jongens. Sorry. Pluisje of zo. Brand als de hel. Het zat er al een tijdje eigenlijk. Maar ik wou, ja, weet je, ik kon hem niet weghalen door die stress van die zombies. Dus op executie is ook niks meer. Kaboompje dan maar. Kaboompje, red je mij, kaboompje. Kaboompje, kaboompje, red je mij. Oké, come on. Geef me iets goeds. Oh shit, oh shit. Ah, ballistic knife. Die ga ik echt niet oppakken hoor. Sorry hoor. Echt niet. Kom eens aan. Oh, net tussendoor. Net tussendoor. Instakit. Nee! Ah. Oké, jongens, dit was mijn challenge op de map Farm. Met de kutguns. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Wil je nog meer zien? Abonneer dan natuurlijk eventjes op mijn kanaal. Vond je deze video tof? Geef me dan natuurlijk een like. En ik zeg, jongens, zie jullie bij de volgende video. Ciao!